Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie mijn gelezen boeken van mei bespreken. Ik heb in mei 5 boeken gelezen en ik ga je vertellen wat ik van deze boeken vond en uiteraard welke boeken ik heb gelezen. Ik zal wat korte informatie geven over het boek. Dus mocht je benieuwd zijn naar de boeken die ik heb gelezen in mei, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is van Chanel na Flanel, geschreven door Marijke Vos. Dit boek gaat over Jennifer. Jennifer die is verloofd met een steenrijke man en staat op het punt om in het huwelijksbootje te stappen. Maar dan komt ze er toch achter dat ze het eigenlijk helemaal niet wil en besluit ze, voordat het jawoord überhaupt gevallen is, om te vluchten. Haar zus is een beetje crimineel en die geeft haar het idee dat ze naar Canada zou kunnen gaan, want daar hebben ze nog een oom wonen. Ze hebben hem al jaren niet gezien, maar ze zegt ga daar gewoon heen. Haar zus zou graag meegaan, maar die mag het land niet uit. Het wordt niet helemaal duidelijk waarom dat dan precies is. Om aan een vliegticket te komen, besluit ze om haar trouwjurk te verkopen. Die heeft heel veel geld gekost en ze werkte op het moment ook niet. Dus ze heeft zelf geen geld om zomaar even een vliegticket te komen. Ze gaat naar het stadje Rainbow Lake en eigenlijk als ze daar aankomt ontmoet ze al vrij snel een sheriff met de naam Branson. Als ze dan wat rondvraagt naar haar oom, kennen ze die oom eigenlijk niet. Totdat hun een andere naam noemen en dat blijkt dat dat haar oom is. Als ze haar oom eenmaal opzoekt, is er met haar oom heel veel gebeurd en is het niet meer de oom die zij kent van vroeger. Ze wil hem dan ook koste wat het kost helpen en ze besluit om stukje bij beetje zijn huis te gaan schoonmaken. Maar hij hecht heel veel waarde aan kranten en het wordt niet meteen duidelijk waarom dat dus zo is. Het duurt ook heel lang voordat ze daar doorheen prikt. Intussen krijgt ze ook een baantje bij een krantje en zo kan ze in ieder geval wat geld verdienen om wat langer in Canada te blijven. Al vrij snel blijkt er van alles aan de hand te zijn en komt ze dat op het spoor en krijgt ze hulp van Branson, de sheriff. Alleen ze is ook wel eigenwijs en ze gaat op een gegeven moment op eigen onderzoek uit en dat loopt maar net goed af. Maar dan komt er een moment dat haar ex opduikt, Terrence. En die wil dat ze mee teruggaat naar Nederland, wat ze zelf helemaal niet wil. Want ze heeft het hele contact afgehouden. En ze heeft eigenlijk zijn oproepjes nooit beantwoord. Dus ze heeft hem nooit uitleg gegeven waarom zij is weggelopen bij de bruiloft. Nou, dit zijn eigenlijk wel een beetje de hoogtepunten. Ik ga niet vertellen wat het verhaal achter de oom is. Ik ga ook niet vertellen hoe het eindigt en hoe het met Jennifer en Branson verder gaat. Daarvoor zou je het echt zelf moeten lezen. Ik vond het in ieder geval wel een heel leuk boek en heb er wel van genoten. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Slechts één nacht, geschreven door Natasha Madison. Dit boek gaat over Manning en hij is een aanvoerder van de Dallas Orals. En hij was eigenlijk een leider voor zijn spelers, niet alleen op het ijs, maar ook daarbuiten. Het leek alsof hij het perfecte leven had. Dat deed hij alleen niet, want hij was getrouwd en hij was helemaal niet gelukkig in zijn huwelijk. En hij heeft al een aantal keer geprobeerd om van zijn vrouw af te komen, maar toen heeft zij hun zoontje meegenomen en gezegd dat als hij nog eens over een scheiding zou beginnen, ze ervoor zou zorgen dat hij zijn zoontje nooit meer zou zien. Hij was dus eigenlijk super ongelukkig. Maar toen ging hij naar een evenement en daar kwam hij Evelien tegen. En hij vond haar echt heel leuk. De aantrekkingskracht was heel goed voelbaar. En ze hadden een leuke tijd op dat evenement. Ze dachten ook eigenlijk beide dat het voor één nacht zou zijn. Maar op een gegeven moment kruisen hun paden zich weer. En blijkt het toch wel dat het moeilijk is om bij elkaar weg te blijven. Tot Evelien erachter komt dat Manning getrouwd is en ze even niks met hem te maken wil hebben. Maar Manning krijgt niet de kans om uit te leggen hoe het daadwerkelijk in elkaar zit, zijn huwelijk. Uiteindelijk geeft Evelien hem toch de kans om te vertellen hoe het daadwerkelijk zit. En besluit Manning om een plan te bedenken waardoor hij alsnog van zijn vrouw kan scheiden. Omdat hij heel graag met Evelien verder wil. Het is echt wel een
heel bijzonder plan. En het duurt ook echt wel lang voordat je erachter komt wat hij nou daadwerkelijk aan het doen is. Maar ik vond het wel weer een heel erg spannend deel van dit boek. Want ik heb de andere delen ook gelezen. Ik ben op dit moment bezig met deel 4, het lezen. Maar ik vond hem toch wel weer heel erg mooi uiteindelijk. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Kerstmis in New York, geschreven door V.K. Land. Dit boek gaat over Margot. En Margot beschuldigt haar vriendin ervan dat ze niet spontaan kan zijn en daagt haar uit om zomaar een vreemde te zoenen. Margot die besluit de weddenschap aan te nemen, want ze wil bewijzen dat ze geen saai persoon is en dat ze ook spontaan kan zijn. De kus die zij deelt is met Chet. Dit is een knappe, aan de benemende man en ze hoopt eigenlijk dat ze hem weer zou zien. Ze heeft hem ook zijn nummer gegeven en hij belooft haar te bellen. Dit gebeurt niet. Ze is daardoor eigenlijk ook best wel teleurgesteld. Het is alleen voor Margot niet zo leuk de reden waarom ze in New York is. Want ze ligt in scheiding met haar echtgenoot. En die scheiding die verloopt eigenlijk heel stroef. En dan komt ze in de rechtbank met haar vriendin die tevens op dat moment haar advocaat is. En ziet ze deze knappe Chet zitten. En wat blijkt, deze Chet is de advocaat van haar man. Ze is helemaal in shock en als ze hem daarna nog tegenkomt op een feestje, scheldt ze hem ook de huid vol. Ze beschuldigt hem ervan dat hij haar nooit meer heeft gebeld, maar nu snapt ze wel waarom. Want hij wilde natuurlijk gewoon de vrouw van zijn cliënt voor schut zetten. Dit blijkt helemaal anders in de stilte zitten. De vork blijkt heel anders in de stilte zitten en Chet krijgt eigenlijk niet de kans om zich te verdedigen, want Margot loopt gewoon weg. Uiteindelijk komt Chet erachter dat zijn cliënt, de man van Margot dus, hele slechte bedoelingen heeft en Margot eigenlijk compleet kaal wil plukken en besluit hij om zijn advocaat niet meer te zijn en zelfs ontslag te nemen bij het kantoor waar hij werkt, want het is tijd voor iets anders. Daarna kruisen de paden van Margot en Chet zich weer en is het de vraag hoe loopt het af? Het is een leuk boek, het is wel een heel kort boek. Maar op zich vond ik het wel een heel grappig verhaal om te lezen, dus ik heb er wel van genoten. Het volgende boek wat ik heb gelezen is ook van Natasha Madison en dan is het boek Slechts één aanraking. Dit boek gaat over Nico en over Becca. Nico die heeft Dallas Oilers van zijn vader geërfd en hij werd eigenlijk in één klap een van de jongste teameigenaren in de geschiedenis van de NHL. Het team stond er alleen niet zo heel erg goed voor en hij had er hele grote plannen mee. En hij wilde dus de Stanley Cup naar Dallas brengen. Hij had alleen nooit gedroomd dat hij verliefd zou kunnen worden. Want hij dacht dat hij alles had wat zijn hartje begeerde. Maar dat loopt helaas toch een beetje anders. Becca die is een van de gewildste sportmakelaars ter wereld en zij weet wat er voor nodig is om een deal te sluiten en ze wil eigenlijk maar één ding en dat is het allerbeste. Ze heeft samen met haar broers een kantoor en ze komt Nico heel vaak tegen omdat ze veel overleg hebben over de spelers. Nico is eigenlijk wel iemand waar ze echt naar verlangt. Alleen ze zou het zichzelf nooit gunnen, want werk komt bij haar op de eerste plek. En ze heeft het veel te druk om maar überhaupt aan een relatie te denken. Toch komt ze Nico steeds vaker tegen en ontbloeit er een kleine romance tussen hun. En hebben ze het eigenlijk wel heel erg leuk. Tot het moment komt dat Becca het nieuws aanzet terwijl ze aan het sporten is en daar de grootste schok van haar leven krijgt wat met Nico te maken heeft. En dit zet haar hele wereld op zijn kop. Ze weet niet goed wat ze hiermee moet. De teamleden zijn ook super boos op Nico. En ze kan eigenlijk gewoon niet geloven dat het wat zo mooi tussenin leek dat het allemaal gespeeld was.
Echter zit hier wel een heel ander verhaal achter. Alleen had Nico zijn mond moeten opentrekken. Dat heeft hij dus niet gedaan. En is het niet wat het lijkt? Uiteindelijk kunnen ze wel met elkaar in gesprek komen. En kan hij wel zijn verhaal doen waarom hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Ik ga natuurlijk niet vertellen of ze uiteindelijk bij elkaar komen en wat Nico dan heeft gedaan. Want dat zou je echt zelf moeten ontdekken. Maar ik vond het in ieder geval echt wel weer een heel erg leuk boek en ik heb ervan genoten. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek De Chocolaterie van je dromen. Geschreven door Manuela Inoussa. Ik geef je vast één tip. Van dit boek krijg je trek. Want het gaat over chocola. Tenminste, toen ik dit boek las, had ik de hele tijd echt zin om chocola te eten. Heb ik overigens niet gedaan, maar je krijgt er wel lekkere trek van. Dit boek komt uit de Valerie Lane serie en dit is deel 2. Dit boek gaat over Chiara. En Chiara die heeft een kleine chocolaterie en ze houdt van haar werk. Ze vindt het leuk om te bakken en nieuwe creaties uit te proberen. Ze verkoopt ook wel dingen die ze zelf inkoopt, maar ook heel veel eigen gemaakte dingen. Vers gebakken koekjes, handgemaakte bonbons, met chocolade onthuld fruit. Je kunt het zo gek niet bedenken, alles verkoopt zij. Ze lijkt op het eerste moment heel gelukkig, maar dat is eigenlijk schijn, want ze krijgt steeds vaker ruzie met haar vriend waar ze mee samenwoont. Haar vriend vindt haar werk eigenlijk maar belachelijk. Hij is zelf tandarts, dus hij moet natuurlijk niks van zoetigheid hebben. En eigenlijk vindt Chiara het ook steeds minder leuk om naar huis te komen. Haar maandagen zijn overigens wel het hoogtepunt, want dan komt er een knappe onbekende man langs waar ze af en toe een praatje mee heeft. En waarvan zij denkt dat hij een partner thuis heeft zitten waar hij dus bonbons voor koopt. En dat vindt ze gewoon, dat idee vindt ze heel romantisch. Haar privéleven dat blijft een ding. Ze heeft het daar ook met haar vriendinnen over. En als ze dan op een dag besluit om tijdelijk bij haar vriend weg te gaan, zijn haar vriendinnen helemaal blij dat het de beste beslissing van haar leven is. Toch besluit ze op een punt te komen dat ze toch weer bij hem terugkeert en haar vriendinnen zijn verbijsterd waarom ze dan weer bij hem teruggekomen is. Chiara die heeft ook steeds meer bedenkingen bij de verhalen van haar vriend, want hij zegt dat hij heel veel gaat sporten. Dan stuurt hij weer een berichtje van ik kom niet thuis met eten. Dus ze vraagt ook echt af, is hij wel te vertrouwen en heeft hij geen geheim? Als ze op een dag eigenlijk van plan was om terug naar hem toe te gaan, besluit ze de sleutel te gebruiken en naar binnen te gaan en ziet ze zijn laptop openstaan en daar doet ze een ontdekking op. Uiteindelijk vertelt ze dat nog niet tegen haar vriend, maar ze gaat wel op ontdekking uit en komt achter een geheim waarvan ze zelf nooit had gedacht dat dit zou bestaan. Dit zet de wereld van Chiara helemaal op zijn kop en ze besluit dan ook daadwerkelijk om haar vriend voorgoed te verlaten. Het is natuurlijk heel verdrietig, maar uiteindelijk komt gelukkig na een tijdje de charmante klant weer in haar leven. Die komt ze onverwachts tegen en dat vindt ze toch wel heel erg leuk en dat bezorgt haar toch wel weer een fijn gevoel. Ik ga niet vertellen waarom de klant in een tijdje niet bij haar in de winkel is geweest en hoe het tussen hun afloopt. Er gebeurt nog veel meer in het boek. Ik vond het echt een aanrader om te lezen. Ik heb er in ieder geval heel erg van genoten. Dus mocht je benieuwd zijn, zou ik zeggen zeker dit boek lezen. Nou, dan waren dit alle gelezen boeken van mij. Het waren er niet zo heel veel, maar er zaten ook een aantal boeken bij die best wel dikker waren. Qua bladzijden, zeg maar. Dat ze gewoon heel veel bladzijden hadden. Ik heb in ieder geval wel weer genoten van deze boeken. Ik vond het leuk om er weer lekker doorheen te gaan. Ik kan er altijd zo van genieten om lekker een boek te lezen. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie de laatste tijd misschien nog een mooi boek hebben gelezen. Of dat je benieuwd bent geworden naar een van deze boeken waar ik je net over heb verteld. Laat het zeker even weten in de comments.
Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Dan hoef je niks meer te missen. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij je volgende video weer te zien. Doeg!